Het gesprek met de regering hebben wij als prettig ervaren. Dit zegt Sharaganga van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Samen met de Nationale Vrouwenbeweging waren zij bij het Presidentieel Paleis voor een onderhoud met de regering over projecten in het kader van het Stabilisatie- en Herstelplan. De regering is vanaf dinsdag begonnen met het voeren van gesprekken met diverse maatschappelijke groepen. Tijdens deze gesprekken presenteert de regering op handen zijnde projecten aan hen. Het is de bedoeling dat deze maatschappelijke groepen en de rest van de samenleving meer inzicht krijgen in de richting die de regering wil opgaan met het herstelprogramma. Het is vandaag 15 september, dat is ook de Internationale Dag van de Democratie. De rol van de civil society in een democratie werd daarom ook belicht tijdens het gesprek, geeft Ganga aan. Ons commentaar, of ja, wat commentaar, onze suggesties gaan richten zich vooral op de issues waar wij als burgerinitiatief ons sterk voor maken, namelijk een efficiëntere manier van gedachtenwisseling. Want het is natuurlijk niet erg efficiënt als je 5 dagen de meest druk bezette mensen van Suriname, die de grootste beslissingen moeten nemen, van hun werk onttrekt om apart elke keer met de groep te praten. Dus we hebben ook afgesproken dat we we hebben direct afspraken gemaakt om samen van gedachten te wisselen, specifiek over op welke wijze kun je gestructureerder en slimmer en sneller en efficiënter gedachtenwisseling met civil society en andere groepen doen. We hebben vooral gekeken, of als burgerinitiatief hebben wij ons heel erg gefocust ook op de corruptiegevoeligheid van een heleboel van de onderwerpen en de maatregelen die zijn aangekondigd. Van de instituten die nu moeten worden opgezet, de wijze waarop de investeringen van de Islamic Bank zullen worden uitgezet en de projecten worden uitgevoerd. En we hebben ook aangeboden als burgerinitiatief dat wij met alle plezier de op te zetten instituten en procedures en programma's willen voorzien van commentaar. Ganga zegt verder dat haar organisatie aan de overheid heeft aangeboden om een corruptiemanagement systeem op te zetten voor alle plannen die zij in het verschiet heeft. De projecten die zullen worden uitgevoerd met de lening van 1,8 miljard Amerikaanse dollars van de Islamitische Ontwikkelingsbank kunnen namelijk corruptiegevoelig zijn. Eline Granoogs van de Nationale Vrouwenbeweging zegt dat de communicatie van de overheid veel beter moet. Ik denk dus dat de overheid te veel in monoloog is. En hoewel ze probeert om de dialoog op gang te brengen, lukt dat nog niet goed. Maar ik ben blij dat Sharda heeft aangeboden om dat communicatieplatform beter gestalte te gaan geven. Maar we hebben in elk geval wat inzicht gekregen in wat deze regering van plan is. Ik moet wel opmerken dat ik denk dat die overheid de verkeerde volgorde hanteert. Om eerst geld te zoeken en dan plannen te gaan zoeken die ze moeten uitvoeren. Ik denk dat wanneer je een heel goed beleid in elkaar zet, dat het geld vanzelf wel komt. Maar je moet dus niet de omgekeerde weg gaan volgen. De zaken die naar voren zijn gebracht vandaag, heel veel van die zaken zijn mij niet vreemd. We hebben in de afgelopen decennia al heel vaak gesproken over investeringen, infrastructuur, investeringswet, etc. En mijn vraag was natuurlijk, hoe denkt deze regering dat het deze keer wel zal lukken? Omdat de ideeën die er naar voren zijn gebracht eigenlijk geen nieuwe ideeën zijn. De plannen die er liggen, die zijn geen nieuwe plannen. De mensen die dat moeten uitvoeren zijn dezelfde mensen. Dus hoe zullen wij in staat zijn om het geld dat eigenlijk terugbetaald gaat moeten worden straks, hoe gaan wij dat omzetten in een stukje economische ontwikkeling van het land? Want dat is in feite de grote issue waar het om gaat. Aldus Eline Granoogst van de Nationale Vrouwenbeweging. Ze was vandaag samen met Sharda Ganga van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur op het Presidentieel Paleis voor een onderhoud met de regering over de projecten in het kader van het Stabilisatie- en Herstelplan.